Hij is 721 meter lang en hangt 95 meter boven de grond. Dit is de langste hangbrug voor voetgangers ter wereld. Přišli jsme sem, protože tady máme rádi adrenalin. Tak jsme si to sami vyšlápli a teď se těšíme, až si užijeme tu odměnu. I don't know how what I feel when I'm standing in the middle of that bridge looking over. I don't know. I'm really excited. I like it. Ja, een tochtje over de brug kan best spannend zijn. Hij hangt tussen twee bergen in en is heel smal. Je mag daarom maar één kant op lopen. Wil je terug, dan moet je een pad van 2 kilometer door het bos volgen. Impressive. It is the bridge moves. So you have to you think it's going something to happen. I'm wondering what happens when it's windy, but it's terrific weather. We are very lucky. De brug kan wel wat hebben, maar als het echt hard waait, dan gaat hij dicht. Za mě to je úplně úžasný výhled. Za mladýho, nevím, no, co bys řekl. Je to nádherný, je to krásný. Trošičku. Hopen se to tady. Voor de veiligheid mogen er maximaal 500 mensen tegelijk op de brug. Het duurde 2 jaar om hem te bouwen. Toen ze daaraan begonnen, wisten ze nog niet dat ze een record zouden breken. A nemyslím si, že jsme tehdy i věděli, že se jedná o nejdelší most. Až po zaměření vlastně toho údolí jsme zjistili, že v tu danou dobu je to opravdu nejdelší most. The main purpose is to show people that something is even on the other side of the reach. To show them that the nature on the other side. Met de brug hopen ze dat er meer toeristen naar het gebied toekomen. Natuurbeschermers maken zich daarom juist zorgen. Ze vinden zo'n grote brug niet passen in het landschap en ze zijn bang dat toeristen de natuur beschadigen. Maar de toeristen, die zijn er vooral erg blij mee.